Yo mensen, Jaraske hier en wacht bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Last of Us Remastered. We hangen op dit moment op de kop. Het is heel donker in mijn kamer geworden. Maar, we gaan weer door. We zijn in een trap gelopen van Billy. En we gaan kijken hoe we weer uit gaan komen. Dus let's go, hier gaan we weer. What just happened? We want to build stupid even los traps. Alsjeblieft. There, that fridge, it looks like that's a counterweight. Okay. Ik zie geen zak, man. Lekker op de kop hangen. Wat ga je nou doen dan? Cut oh, wow, that rope, klimt er gewoon op. And it'll bring me down. On it. 3, 2, 1. En... Yep, snij hem los. Je hebt toch een knijfje? Ja, ze hebben een knijfje. Kijk uit, we gaan nu flikkeren. En ik hoor zombies. Joel. Ik zie allemaal zombies. Snij hem door. Shit, here they come. Shit. Fuck hell, dit is een zak gewoon, man. Ellie, dit aimt echt niet gewoon. Fucking. Pieter! Op. Oh, fucking hell, dat was niet de bedoeling. Fucking hell! Kom eens op, maat. Fuck you! Fuck you! Echt moeilijk, even mijn man hier op de kop. Ik moet even reloaden. Wacht. Ik snel reloaden. Fuck! Oh. Ik ga op mijn ammo. Zo, de knet. Ik moet weer reloaden. Wacht even. Ik hoop dat Billy eraan komt, want we hebben Billy's hulp nodig. Dit is een fucking klikker, man. Hij heeft nog een body armor aan ook, deze klikker. Die voor je hoofd eraf, maat. Volgens mij ben ik out of ammo, of niet? Kom aan, snij dat roop door. Dat lukt er niet, hè? Kom op. Oh ja, nee. Ja, hier gaan we. Oh, nu hangen we nog hoger. Oh shit. Ja. Nu hangen we nog hoger, man. Snij hem door. Er staan zoveel zombies daar, oh. Oh, komt er weer een aan. Kom maar. It's not cutting. Hurry, just hurry. Hey, over here. Dit is echt fucking moeilijk. Ja, ik ben bezig. Ik moet even helemaal reloaden, man. Want ik reload even. Kogel. Weer een klikker aan, ik hoor hem. Jongen, die vent gaat ook gewoon niet dood, hè. Hij weet ook niet waar hij naartoe moet rennen, omdat hij niks kan zien. Die voor je. In je hoofd, maat. Zo, die knetter. Ik wil niet meer op de kop hangen, want ik kan hier niet meer tegen. Ja, ik val. Oh, shit. Uh-oh. Nu moet ik zelf gaan killen. Wacht knop. Vierkantje. Oh, snap die vierkantje. Stel. Oh, yes. Let's go. Dankjewel, Billy. Dat is Billy, sowieso. Kom aan, Billy, help me. Woe! Jou mag ik wel, jongen, jou mag ik wel. Oké, okay, we gaan blijkbaar rennen. Fuck die zombies, we gaan gewoon rennen. Waar moeten we naartoe? Ik ren wel. Oh, hij doet gewoon de deur dicht. Dan ook. Oh shit, hey maat. Jongen, get back, waar moeten we naartoe dan? Jij kent de weg hier, ik niet. Wil je de hek open? Oh, deur open. Oké. Okay. Deur dicht. Lekker. Zijn we veilig? Loop door, het is hier niet veilig. Ja. Dude. Ik ben bezig, man. Stay back. Ik sla hem wel, ik sla hem. Wat doet deze fucking zombie allemaal? Hou even van mij dan. Kijk uit voor die vent. Ja, die bijt je, hoor. Ah. Ik was er neer gaan rammen, toen kwam die vent er opeens tussendoor. Ik wou namelijk eerst die vent neerschieten, die nu killde die klikker. En daarna wilde ik ze neerrammen. Maar ja, dat ging dus niet helemaal volgens mijn plannetje. Tikzakken ging dat best. Ik ben zo slecht. Schiet in het spel. Ram die vent neer, man. Ik kan echt niet aimen op dit kutspel. Kutspel, is eigenlijk weer neer. Kutzooi. Dit aimen is serieus zo verrot. Dat kan ik niet uitleggen. Kom op, kom maar. Ik weet niet dat hij eraan komt. Reload het wapen, schiet ik gewoon geluk. Laat hem maar komen, deze keer heb ik jou. Ja.
moet in zijn... Is hij nou nog niet dood? Ja, hij is dood. Deze kan ik neerrammen. Er is één. En... Dat is twee. Oké, Zo, de knetter. Ik ga even wat stuff oppakken, want er zit hier lekker in de bazarette. Dus er ligt hier heel veel stuff, dus ik ga het snel oppakken. Nog meer stuff. Yep, natuurlijk. Ammo tanks, die heb ik wel nodig namelijk. Na al die scheve schoten die ik heb gelost. Die hoef ik niet, want ik heb hier nog het pijpje. Dat is nog wat sterker. Ja, kom op, klim erin dan. Keep going, this way, through the street. Yo, kom eraan. Move, Ellie, move. Go on, I'm going. Even die loaden, wacht even die loaden. Oké, nice. Woo! En deurtje dicht. Hoppatee. Holy shit, ouwe. Het schiet op de spel is echt verrot, maar we hebben het overleefd. That was close. Thanks for the heroics and all. Ellie. Hey, what are you... Joel? Bill! What are you doing? Bill! Turn around and get on your knees. Just calm down a second. Turn around all right. And get on your knees! Don't test me! Just take it easy. Any bites? No. Anything sprouting? Oh, God damn it, I'm clean! I see so much as a trap. Ow! Stop! Son of a bitch! You done? Am I done? Oh, genial. You come into my house, you set off all my traps, you damn near break my shooting arm. Who the fuck is this punk and what's she doing here? I am none of your goddamn business, and we're here because you owe Joel some favors. And you can start by taking these off. I owe Joel some favors. Is this some kind of joke? I'll cut to the chase. I need a car. Well, it is a joke. Joel needs a car. Well, if I had one that works, which I sure as hell don't, what makes you think I'd just give it to you? Huh? Take a pen. Yeah, sure, Joel. Go ahead. Take my car. Take all my food, too, while you're at it. By the looks of it, you could lose some of that food. Listen to me, you little shit. No, fuck you! You handcuff me! I need you to shut up. All right? Zij is geniaal, man. Whatever favors you think I owe you ain't worth that much. Actually, Bill, they are. Well, it don't matter, because I don't have a car that works. But there is one in this town. Parts. There are parts in this town. Meaning that you could fix one up. Yep. All right. If I'm gonna do this, there's some gear I'm gonna need. All right. It's on the other side of town. I have to call Clarice, help me go gather it, and maybe I can put something together that runs. But after this, I owe you nothing. That's fine. A couple of days from now, we'll probably be dead anyway. Good. Follow me. Zal ik doen, jongen. Kom goed. Booby trap. Best stay ja, right die heb jij allemaal opgehangen. Hij heeft al die booby traps opgehangen. Vind je het logisch dat er booby traps zijn? Oké, auto-onderdelen zoeken. Alright. En ik wil niet meer zoveel kogels kwijtraken. Dus laat me eerst even wat dingen veranderen. Yo, ik pak alles. Pak alles wat ik pakken kan, vriend. Around, see if there's anything we can use. Oeh, ammo. En wat is dit? Oeh, kijk eens aan. Dat is iets. Dus even inzoomen. Chapter 4. Bestuderen. Slijpen. Door een mes te slijpen heeft u minder kracht nodig om de snee of gat te maken, waardoor de levensduur van het mes wordt verlengd. Okido. Is deze deur open? Nee, natuurlijk niet. Even kijken wat hier nog meer allemaal ligt. Yo, hier ligt een map. Dat is misschien ook wel handig om mee te nemen, jongens. Anders weten we zo meteen niet waar ze zijn. En hij heeft die pijp op de grond gegooid. Dus die wil ik ook graag terug. Mijn andere pijp die is namelijk beschadigd. Dus geef deze maar. Yo. Even kijken of hier nog wat ligt. Ah, een mooi huisje heb je hoor, maat. Schaartje erbij. Allemaal shit erbij. Notitie over hekken. Inzoomen. Bestuderen. Ik moet de geïnfecteerden bij de hekken uitschakelen. Dit is dan al de derde keer dat die eikels die hekken massaal omduwen. Ik moet de hekken veiligstellen. Oh my god. Niet normaal meer. Kijk, ik heb genoeg ammo. Ik heb weer 14 ammo capaciteit, dus die kogels die ik heb geschoten, die hebben we gewoon weer terug. Mooi. Want mijn aim die was echt pure kak gewoon. Oh, hier ben ik al geweest natuurlijk, erachter. Ligt hier nog wat, schaakspelletje. Lekker in je eentje schaken, oh jippie. En dat was alles, dus ik ga even kijken wat ik kan maken nu. Ik kan sowieso dit ding eventjes upgraden met een schaartje erop. Zo, mesjes die heb ik nog. En molotovs, ja, die kan ik wel maken. Maar ja, dat maakt op zich niet heel veel uit. Dus ik maak er nog wel één bij. En verbanddozen hebben we ook nog genoeg. Want we hebben ook nog genoeg health. Dus alles is er nog. Dan pak ik eventjes mijn pistooltje erbij. En
Dat is het eigenlijk zo wel een beetje. Oké. Okay. Oké, okay, we kunnen. All right, Ellie, come on. Don't leave the door open. Nee, nee. Hij is dicht, zei ik. We have to cross to the other building. Up the stairs. It's moving. Hey, dus rustig, man. I can't believe you agreed to this bullshit, Bill. Hey, ik ga even rondkijken, hè, dus blijf. Hier ligt namelijk ook nog allemaal stuff. Dit is waarschijnlijk. Take a look around up here. Nothing in there that I need. Nou, ik wel. Go ahead, take whatever you want. Notitie over jagen. Ik zag een groep jagers veel te dicht bij de stad komen. Gelukkig werden ze weggejaagd door een stel infecteerden. Ik moet niet vergeten om meer waarschuwing te plaatsen, dan weten ze dat ik het meen. Kill hem. Wat pilletjes. Kunnen we nu, ja, kijk, gezondheid kunnen we upgraden. En dan upgraden onze gezondheid. Zo. Dan zijn onze pilletjes weer op. Ik denk dat dat het handigste was. Oké, ik heb alles verzameld, vriend. Dus we kunnen weer door, maar ik wil ook nog even hierin kijken. Overal kijken. What kind of trouble are you in? Kan deze deur nog open? Nee. It's just a job. Simple drop off. What are you delivering? That little brat. Haha, fuck you too. Geniaal, man. You know, I hope you know what you're doing. Are you kidding me with this guy? So where are we going, Bill? I got the safe house. More of an armory. Wait, I thought we were gonna fix up a car. We? You know how to fix Bill, just... Like I said, weg. What I need is on the other side of town. That side I don't ever go to because it's filled with infected. So we're gonna need. Ik heb al een wapen. Ik heb er twee zelfs. Drie zelfs. Maar ik heb alleen niet zoveel ammo. Dus als je ammo voor me hebt, zal ik dat ook zeer op prijs stellen. Dit ding heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, die pijp die ik heb is veel beter. Dus ik houd lekker die pijp. Mijn helft is vol, dus heb ik ook niet meer nodig. En voor de rest is hier niks. Zo, ik heb alles doorzocht. Maat, we kunnen verder. Hij wel mijn rugzakje op, man. Dat het ding nog op zijn rug hangt. Dat mijn rugzak nog op mijn rug hangt. Die dingen zijn bijna allemaal kapot. Oh, hij gaat hem afknallen. So, you didn't answer my question about lol, hij is getrapped. Die zombie is getrapped op de geïnfecteerde. Geniaal. She's busy. Nou, hak het hoofd er maar af. Busy. En 3, 2, 1. Hop. Nog een keer. Hop. Help me twee. Might be trouble in paradise. Yep, toch in het hoofd. Yes, zo kan het ook. Nou, doe die deur maar open, jongen. Best wel geniaal, jongen, al die traps. Here we go, dankjewel. Oeh, kijk dat skelet, ouwe. Check deze shit. Oh, dankjewel voor je schaar, maat. Thanks. En dankjewel voor je papiertje, thanks. Nice. So, dit is weer zo'n pijp, die hebben we al. Why don't you fix one of these cars? Oh my god, you're a genius. I mean, the whole time, why on earth hadn't I thought about fixing one of these cars? Okay, don't be a dick. Their tires are rotted and their batteries are dead. Are you done? Can't even begin to think what the inside of the engine blocks look like. Only ones making new car batteries are the military. God damn it. Infected! Lock and load. Ik ga niet schieten. Dat is misschien wel handig. I got it! Ik moet alleen die killen. Daar. Deze kan ik gewoon neerrammen, maar die andere niet, want die andere zijn klikkers. Eén is zo fucking verrot, man. Hé, jongens. Nee, niet te klikken, 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 niet te klikken. Reload het fucking wapen. Niet te fucking klikkers. Fucking kut aim. Die heb ik. Die andere zonde die voelt nog in mijn zak, alleen die kut klikken, man. Van jou ram ik al neer. Kom hier. Fuck jou, jou voelt me niks. Dit aim is zo. Echt hard. En die. Oh shit! Ik heb hem. Die voor je, die voor je en die voor je. Ah, oh, daar ging mijn ammo weer. Ik moet even iets verzinnen. Hoe kan ik die klikkers op een makkelijke manier killen? Die. You gotta check the barricades again. You neglect the simple shit and now you're paying for it. You know what that means? Ik ga even dat andere ding oppakken die hier ligt. Oké, okay. Now he's talking to himself. Zo. Bill. Joel. This way. Ah, we hebben geen tape. Fuck. Die klikkers namelijk, die kan je alleen maar... Ja, je kan ze niet neerslaan, want dan bijten ze je. Dat is het probleem eigenlijk.
Anders had ik ze namelijk wel makkelijk kunnen killen. Dus ik moet even kijken. Volgende keer als ze van die kutklikkers komen, hoe we die makkelijk killen zonder zoveel ammo te schieten. Ik heb natuurlijk ook mijn crossbow, maar ja, dat is ook twee kogels die ik daarvoor nodig heb. Of twee bogen. Dus volgende keer moeten we even wat beter opletten. Well, I locked it. They don't have a key. So which way? Ik ben naar boven. In the cellar. Oh, in de cellar. De kelder in. Ligt hier nog iets? Ja, kijk eens aan natuurlijk. En 10 tandwieltjes. Oké, de kelder in. Moet ik hem nou weer openmaken? Kan jij hem niet openmaken of zo, man? Kom op. En hoppatee. Nou, het ziet er lekker uit, man. Well, here we are. You don't touch anything. And you close the door. Hoppatee. Deur is dicht. Let's gear up. What? I need a gun. No, you don't. Joel. Geef die boog aan, hè, jongen. No. Just stay here. It's fine. Just wait around for you two to get me killed. Well, this goes on record as the worst fucking job you've ever taken. I know. I have a fucking noob tube. It's up there. Oh. How in the hell is Tess okay with this suicide mission? Say, what the heck? It's actually her idea. Really? Well, and the broad's not as smart as I thought she was. But, fuck her. Seriously, you gotta take that kid back to where you found her. I can't just take her back. Then send her packing, let her find her own way. But let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about. It was a partner. Somebody I had to look after. Uit, man. In this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. I've been so you know what it did? Wising the fuck up. And I realize it's gotta be just me. Bill, it ain't like that. It's bullshit. It is just like that. Hey! What'd I say to you when we walked down the steps? What'd I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't touch. Touch! God damn it. You keep babysitting long enough, and eventually it's gonna blow up in your face. Can we please just get on with it? Here. Let's get on with it. Moet even doen. Ja, dat is ja, goed zo. Maar dat wapen had je al gedaan, je moest die... Maakt niet uit, maakt niet uit. Je moet nog even doen. Oké, dan niet. Mag ik het doen? Mag ik doen? Before we go any further, I got something I gotta show you. Oké. What you got? Daar zijn we uitgekomen. New toy from the toy box. Ik zal even naar je toe komen, vriend. Die shotgun is wel awesome. We hebben er 10 kogels in zitten. Dus... Even goed kijken. Wat wil je me laten zien, jongen? This is a nail spijkerbom. Bomb. You gotta be really careful. This thing blows, it shreds anybody standing nearby. Het ziet er ziek uit, man, dat ding. Bom. Deze krachtige bommen ontploffen als een vijand in de buurt komt. Druk op L2 om een mijn te gooien. Hetzelfde als natuurlijk de rest. En druk op R2 om deze op een strategische plek. Of plaats deze met R2 op een strategische plek. Je kunt bommen die zijn afgegaan altijd terugnemen. Dus, of niet zijn afgegaan. Wauw, ik kan goed lezen, man. Dus als ze niet zijn afgegaan, dan kan ik ze gewoon terugpakken van de grond af. We got shotguns and bombs. The hell are we doing with them? Well, every few weeks this military caravan rides through town. I assume they're out looking for supplies. I mean, you'd be amazed at the shit that they overlook. Anyway, a few months back, they were rolling through and they get overrun by this horde of infected. They were all over the truck. The plows right in the side of the high school. Still sitting there with the battery in it. So we take that battery and we put it in another car. Bingo! I wanted to get it, but it seemed too dangerous with all the infected on that part of town. But fuck it! Workbench. Joel needs a car! Hey, what if it's damaged? Nah. Those trucks are like tanks. Just sitting there. Actually might work. Kijken we nog wat extra bogen. Of pijlen. Gaat lekker vandaag, man. Oké, even die workbench gebruiken, want dan kunnen we eventjes een wapentje upgraden. Dus dat is wel handig. Oké, wapenholster. Holster voor een tweede pistool. Holster voor een tweede wapen met een lange loop. Nou, daar hebben we niet zoveel aan. We kunnen het 9mm pistooltje upgraden. We kunnen de revolver upgraden. Het jachtgeweer, herlaadsnelheid, capaciteit clip. Vizier.
Dit is misschien wel handig, een vizier erop zetten. Want ik kan namelijk echt niet aimen op dit spel. De shotgun kunnen we ook upgraden met de herlaadsnelheid, terugslag, dat boeit niet zoveel. En het bereik van de crossbow kunnen we ook upgraden. Ik denk, ik ga het gewoon doen. Ik zet hier een vizier op. Yo. Dus dan hebben we nu een hopelijke soort van red dot erop staan. En ik doe deze aanlegsnelheid verbeteren. Want dan kan ik sneller hem naar achter trekken en sneller dus schieten. Dus ik denk dat dat ook wel handig is. Dus dat zijn de twee upgrades die ik even uitvoer. Ik heb nog 35 over. Dus even denken. Wat kunnen we nog meer upgraden? Herlaadsnelheid boeit me niet zoveel. Misschien de herlaadsnelheid van de revolver. Want die reload namelijk echt heel erg slow. Dan doe ik dat nog wel even. De vuursnelheid is helemaal... Wacht, ik doe eerst de vuursnelheid. En dan hebben we volgens mij nog 15 over, toch? Ja, oké. Dan doen we ook nog even de herlaadsnelheid erbij. Dan hebben we de revolver dus twee dingen geüpgraded. Dat is wel handig, denk ik zo. Dat is een hold. Oké. Nice. Laten we zien dat de revolver nu is geüpgraded. Daar ga ik ook mee schieten dan. Dus even de revolver erbij pakken. En voor de rest... Ja, de crossbow is natuurlijk ook geüpgraded. Die kan ik hier pakken. En hier staat dus als het goed is een vizier op. Ja, kijk. Nu is die heel klein. En X om te zoomen. Kijk! Dankjewel jongens, dit is wat ik nodig had. Nice. Dan kan ik tenminste wel een, want nu weet ik tenminste precies waar ik schiet. Oké, eindelijk. Dat is mooi. Dan pak ik eventjes de crossbow erbij. Hoppatee, en de revolver hebben we dan, dat is goed. En meer heb ik niet nodig. Oké. Dan ga ik hem hier weer afsluiten mensen. We gaan de volgende aflevering met Billy mee. Toch maat? Je zegt helemaal niks meer, oké. We gaan de volgende keer met Billy mee. Dus ik hoop dat het goed gaat komen natuurlijk. En hij gaat nu lullen, maar dat zien we de volgende aflevering wel. Dus bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Als je op grote geeft, duimpje omhoog. Het begint namelijk te donker te worden op dit moment in mijn kamer. Dus dan zie je nu mijn gezicht niet meer. Kijk maar, waar is mijn gezicht? Dus bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet me natuurlijk niet te liken voor meer. En bedankt voor natuurlijk voor de support op deze serie. Want we gaan hem gewoon lekker uitspelen. Blijf ook uploaden tot ik hem heb uitgespeeld met aflevering van 20, 30 minuten. Dus tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye.